Als we dan bepaald hebben wat nou de beste aanpak is voor het veranderen van de organisatie, door te weten, kiezen we nou meer een ontwerp of een ontwikkelbenadering, en door te kijken welke invalshoeken kiezen wij nou voor de verandering, de structuur, de interne afstemming, externe afstemming, dan gaan we natuurlijk naar de uitvoeringsfases. Zoals bij elk project kun je hier ook gebruik maken van een PDCA-cyclus, waarin je eerst gaat plannen wat je gaat doen, plan. Wanneer je daarna gaat doen, gaat uitvoeren, de D. Wanneer je achteraf gaat checken, gaat evalueren of alles gelopen is zoals je van plan was dat het zou gaan lopen, of de doelen bereikt zijn. En vervolgens de A van act, waarin je gaat aanpassen voor een volgende keer dat je zo'n soort project gaat doen. Nou, bij een geplande verandering treedt hetzelfde op, alleen zul je dan vaker zien dat de leiding de verandering moet doorzetten. Nou, dan heb je eigenlijk dezelfde fases. De leiding plant de veranderingen die moeten gebeuren en die gaat vervolgens zijn werknemers aansturen. Door hen te motiveren, door hen te informeren over wat er veranderd moet worden en daarbij te steunen, met ze af te stemmen. Daardoor zal hij de uitvoerende aan het werk zetten. Hij is gaan plannen, hij is de werknemers gaan aansturen en de werknemers die gaan ermee aan de slag. Dan komt de volgende taak van van de leidinggevende weer. Die gaat vervolgens controleren, is nou datgene wat gedaan is dat goed gegaan? En dan gaat hij dat natuurlijk ook terugkoppelen aan de ondergeschikte. En waar nodig gaat hij zijn plannen ook nog bijsturen, zodat de ondergeschikte daar weer verder mee aan de slag kunnen gaan. Dus plannen, aansturen, daarna controleren of het goed is gegaan en eventueel bijsturen waar nodig. Dat is de uitvoeringsfase, waarin we de verandering willen doorvoeren. Nou, dan weet je uiteindelijk hoe het is gegaan. En in die fase gaan we natuurlijk evalueren. We hebben de oriëntatiefase gehad, bepaald dat er iets moest veranderen en wat er moest veranderen in de diagnosefase. Vervolgens plan van aanpak gemaakt, uitgevoerd en in de evaluatie erachter gekomen dat er iets bijgestuurd moet worden. Nou, dat kan zijn dat we weer in die bijsturing opnieuw moeten bepalen wat moet er veranderd worden. Maar het kan ook zijn dat het nog steeds hetzelfde is wat veranderd moet worden. Dat we vooral moeten bedenken, ja, we moeten dat anders gaan doen. Of we komen erachter, in de uitvoering zijn er dingen misgegaan en daar moeten we iets in aanpassen. Meestal gaat het natuurlijk goed, want dan weet je hoe het anders moet of wat er anders moet. Maar gedurende het proces zal je natuurlijk wel een aantal belemmeringen tegen kunnen komen. En dat is ook goed om even bij stil te staan. We hebben het hierbij over aan de ene kant organisatorische belemmeringen, die in het veranderproces natuurlijk heel erg in de weg kunnen zitten. Stel je daarbij voor als er vage doelen gesteld zijn of de planning is niet helemaal helder, er is misschien een gebrek aan sturing of onduidelijke sturing, of er is gebrek aan middelen om de verandering door te zetten, dan zijn dat organisatorische belemmeringen wat in de weg kan zitten van de verandering. Daar kunnen wij als toegepast psychologen natuurlijk ook advies over geven hoe dat effectiever kan. Maar we hebben ook te maken met individuele belemmeringen. Denk even aan dat een verandering soms meebrengt dat iemand misschien zijn baan zou kunnen verliezen of minder zou kunnen verdienen. En nou, die economische doelen van individuen, die gaan natuurlijk in de weg zitten van of mensen willen meewerken. Ook de angst om nieuwe dingen te doen, het anders te doen, het doorbreken van gewoonten kan heel lastig daarin zijn. En heel belangrijk bij zulke soort veranderingen is om dan te kijken, is er voldoende draagvlak om de verandering ook door te voeren? Is dat niet zo, dan ga je een hele kluif krijgen aan het echt doorvoeren van die verandering. Nou, hoe kun je dat draagvlak nou vergroten? Dat zou door de volgende punten kunnen komen. Als je de medewerkers meer bewust maakt van welk probleem er nou is, waarom er de dingen nu niet goed lopen, zullen ze sneller willen meewerken. Dan vergroot je de participatie. Je vergroot ook de participatie door ze letterlijk, de medewerkers, meer te laten participeren in het veranderproces. Door ze te betrekken, te laten meedenken. Hoe meer je voor elkaar krijgt dat de onzekerheid verkleind wordt, hoe meer mensen ook mee willen werken. Soms houdt dat ook in dat je de zekerheid geeft dat mensen hun baan gaan verliezen. Maar dat verkleint ook weer de onzekerheid. Puur het feit dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn, zorgt voor meer onrust en meer weerstand dan dat mensen in ieder geval weten waar ze aan toe zijn. Allerbelangrijkste daarbij is dat je er heel duidelijk en helder in bent.
Dat je in je informatieoverdracht en in je communicatie, dat je duidelijk steeds laat weten waar je mee bezig bent, waarom je de dingen aan het doen bent, zodat mensen gewoon goed weten waar ze aan toe zijn. En als laatste kun je noemen het vergroten van de opbrengsten. Door duidelijk te maken aan andere mensen wat voor hen het voordeel is, dan zullen zij natuurlijk ook sneller willen meewerken. Als laatste zou ik jullie nog willen meegeven om het filmpje van Fish te bekijken. Je kunt dat zien in de oorspronkelijke PowerPoint. Kun je de link aanklikken. En in dat filmpje kun je zien hoe eigenlijk een simpel visbedrijf op de vismarkt heel succesvol is geworden door een verandering door te voeren. Het is ook wat een geromantiseerd beeld van een verandering, maar wel interessant om te kijken. Ik wens jullie in ieder geval veel succes met het leren.